Ja, ik ben gevraagd door jullie netwerk om wat te gaan vertellen over zorgtechnologie en hoe verhoudt zich dat nu. En ik heb het eigenlijk met de subtitel eigen regie met zorgtechnologie genoemd, want ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat je zelf de cursus kunt maken wat je toe gaat passen in je leven. En dat je er nu al misschien vast over na gaat denken, dat is dit fotootje, maar dat is een bankje dat we in de Achterhoek ook hebben. Denk vandaag na overmorgen. Ik denk dat we daar ook misschien wel mee bezig moeten zijn op het gebied van zorgtechnologie. In eerste instantie is bewustwording, dat doe ik vandaag ook. Hè. Als ik zeg altijd, als je niet weet wat er is, zou je het ook nooit gaan toepassen. Het is mooi als je weet wat er mogelijkheden zijn, zonder dat je ze nog nodig hebt, maar dat je wel weet dat ze er zijn. Dus ik zeg altijd, je hebt ze in de rugzak. Dus mocht je een keer zorg nodig hebben of je denkt van ik heb iets nodig, dan denk je, hey, ik heb er ooit van gehoord, zou ik dat niet kunnen inzetten. En dan kom ik op de GeneScan, die heb ik hier bij me. En dan zou je zeggen, wat is dit nu? Het is eigenlijk een fotolijstje, een digitaal fotolijstje. Dit is een fotolijstje, het is eigenlijk een heel slim fotolijstje. Je kan er, wat het al zegt, foto's mee versturen, maar het heeft ook een heel aantal slimme sensoren. Dus hij kan de temperatuur meten, het licht donker meten en er zit een alarmsysteem op. Eigenlijk een heel klein apparaatje met heel veel mogelijkheden. Wat kost zo'n apparaatje? Wat kost zo'n apparaatje? Dat is de meest gestelde vraag van alle dingen die we bij ons hebben. Hij kost €399, dat is het apparaatje. En daar zit dan een abonnementstarief aan voor de mantelzorg. En dat is iets van tussen de 15 en de 20 euro per maand. Wat heeft u hier gebracht vanmiddag? Nou, het leek mij heel erg interessant. En dat is ook wel gebleken. Nou ja, ik woon vlakbij en ik ken de Wemerhof. Ik denk, nou, daar ga ik graag heen. Hebt u iets gezien dat u echt verbazingwekkend vond? Nooit gedacht dat dat bestond? Ja, ik heb één ding gezien en dat is die soort tablet, ik weet niet hoe het heet. Maar wat als in plaats van de rookmelder, alles wordt gesignaleerd van je huis. Hè? Je lichaamswarmte, alles. Dat kleine dingetje. Het lijkt, ik weet niet meer de naam. Maar verder ken ik alles wel. Ja, en die bloempot, hè? Die bloempot. Die vond ik zo leuk. Een hele bijzondere bloempot. Het is een sprekende bloempot. Deze bloempot kan helpen voor de dagstructuur, maar hij kan ook commando's geven, maar ook het antwoord verstaan. Bijvoorbeeld, heeft u vandaag uw tabletten genomen, u zegt nee, dan zegt hij, het is wel verstandig om dat te doen. Maar als iedereen alles van u ziet, hè, uw temperatuur en waar u bent, vindt u dat niet bezwaarlijk? Nee, want ik denk dat jij, als je het gebruikt, dat je het ook nodig hebt. En dan kun je niet anders, dus dan moet je wel. Zou het u helpen om langer thuis te kunnen wonen? Ja, we hebben gelukkig nog niks nodig. Maar daarom is deze voorlichting natuurlijk heel belangrijk. Maar weet u, als je zo'n dingetje in huis hebt, ik neem aan dat je zelf mag kiezen waar die aangesloten is. Dus dan is je privé, dat doe je toch met dat soort mensen die bij je komen. Ja. Wat zou het eerste zijn dat u zou aanschaffen, denkt u? Ik denk, zoals een heleboel vrouwen, een stofzuigertje. Mevrouw, wist u dat dit allemaal bestond hier? Nou, dat bestond, ja, dat wist ik wel. Maar ik had het nog niet gezien, dus ik ga nu kijken. U hebt het zelf nog niet nodig? Nee, ik heb alleen hulp nodig voor ramenlappen, maar verder eigenlijk niet. En dat kan nog niet digitaal, hè? Nou, nee, want zo groot zijn de ramen niet. Nou, dit is de Medido. Oh, de slimme medicijndispenser. Wanneer het tijd is om medicatie in te nemen, krijg je een melding dat de medicatie klaar ligt. En dan geeft hij het zelf ook nog uit. Daarnaast is het nog een mooie klok, zodat je het ergens mooi in de woonkamer kan plaatsen. Het is met een sensor. Als je niet meer bij elkaar slaapt en je partner slaapt in een andere kamer en loopt door deze sensor, dan gaat de wekkerradio alarm geven. Zodat je weet dat de partner uit bed is en dan kan je er naartoe. Dus dan hoef je niet te denken van wat gebeurt er. Dus dan kan je rustig slapen. Als je een partner hebt waar wat mee is. Ja, op een andere kamer. En dan, ja. Voor het slapen hebben we ook nog de Somnox. Dit is een slaapkussen waarmee je beter kunt slapen. Je houdt hem eigenlijk tegen je lichaam aan. En zo kom je sneller tot rust. En mocht je eenzaam zijn, dan heb je ook het gevoel dat iemand naast je ligt. Het is een sta-op kussen. Die kan in een gewone stoel. Hij moet eigenlijk in een iets diepere stoel als je niet zo makkelijk kan opstaan.
Je gaat zitten en je drukt op de knop en je voelt dat je naar voren gebracht wordt. En het is eigenlijk nog maar een hele kleine moeite om op te staan op deze manier. Mijn man heeft een herseninfarct gehad en vanaf die tijd zijn we een heleboel wijzer geworden. En ook hoe het werkt en wat je krijgt en wat je zelf moet kopen. Wat gebruikt u bijvoorbeeld thuis? Wij hebben een traplift. Mijn man heeft een scootmobiel. En we hebben een hulp om de kousen aan te trekken voor mijn man. Je rolt hem op. Eigenlijk wikkelt hij zich heel makkelijk af. En stel dit is een been. Ga je dat ook heel makkelijk aantrekken. Dus zonder, moet mijn hand er ook in. Zonder de voet. Dat je heel veel kracht hoeft te zetten. Zelf heb ik reuma. Ik heb een mes van de ergotherapie. Ik vind het fantastisch.